prijs als de Ebbenhouten Spoor is misschien nu vandaag nog veel meer nodig dan 7 jaar geleden. Want opnieuw, net als toen, wordt ons samenlevingsmodel in vraag gesteld. En deze keer is het dan door extremisten, religieuze extremisten. Mensen die alle gelovige moslims een slechte reputatie geven. En daar moeten we ons ook tegen verzetten. Tegen het extremisme moeten we ons verzetten, maar ook tegen de negatieve gevolgen voor veel goedmenende burgers. Meer dan ooit moeten wij allemaal samen duidelijk maken dat Vlaanderen open staat voor iedereen die hier een toekomst wil uitbouwen samen met ons. En zoals de laureaten van de Ebbenhouten Spoor zijn er natuurlijk nog tienduizenden mensen in Vlaanderen. Mensen die veelal anoniem blijven, die gezichtsloos blijven. Maar die wel onmisbaar zijn voor ons, voor onze economie en voor ons sociaal weefsel. Met die prijs worden eigenlijk zij allemaal ook eventjes in de bloemen gezet. Als ik vandaag tegen veel mensen zou zeggen dat ik een dame uit Iran, die haar jeugd heeft doorgebracht in een streng islamitische context, een Ebbenhouten Spoor zou schenken, zouden wellicht een aantal mensen de wenkbrauwen fronsen. Dat komt omdat ze niet weten over wie het gaat. Ze kennen de persoon nog niet. Zij is een pittige Perzische dame die onze samenleving kruidt. Ik bedoel daarmee, zij schakelt zich in een Vlaamse samenleving en zij is in staat eigenlijk een rolmodel te zijn voor nieuwe Vlamingen, maar ook voor de Vlaming in het algemeen. Het is een zalige gevoel vooral, maar ook echt een erkenning van oké, er zijn er toch mensen dat ze zien dat je moeite door doet om in maatschappij jezelf aan te passen en om door te zwemmen, zo gezegd, en van ups en downs en door de stroom tegen de stroom, om toch wel iets te betekenen. En ik vind dat heel mooie eigenlijk prijs en zelfs initiatief van Ebbenhouten Sporen. Ik vind het belangrijk vooral dat je nog altijd weet van waar dat je komt en naar waar dat je wilt gaan en bereiken. En tussendoor kom je heel veel moeilijkheden tegen, maar het is normaal. Het is bij iedereen zo. Het is niet omdat ik van Iran afkomstig ben dat ik die moeilijkheden heb gehad. Iemand anders, als die wil, ook de top bereiken, moet ook voor doen. En voor niets komt de zon op.